Het is dus zo dat Europa beslist heeft om tegen 2020 het energieverbruik met 20% te doen dalen binnen gans Europa. De eenvoudigste en gemakkelijkste manier om dat te gaan realiseren is het isoleren, het na-isoleren van bestaande gebouwen. Als we weten dat binnen België 3 miljoen gebouwen niet geïsoleerd zijn, dan betekent dat een gigantisch energiebesparingspotentieel. Dus als we kijken, een niet geïsoleerde woning heeft een CO2-uitstoot van 15,2 ton per jaar. Een normaal geïsoleerde woning heeft een CO2-uitstoot van 4 ton per jaar. Dus daar zitten we met een verschil van 11 ton CO2 per jaar dat we per goed geïsoleerde woning kunnen gaan besparen. En dat is heel wat. Isofinish is een concept ondersteund door 6 sterke bedrijven binnen de sector. Dus wie is daar lid van? Recticel, Borg, De Keuning, Eterniet, VMZink en Wienerberger. Recticel zorgt voor de powerwall buitengevel isolatie. Dus isolatie wordt aangebracht op de muur. Daarop komt een uitgelijnd keperwerk via de Fassafix gevelschroef. En daarop komt dan een gevelafwerking naar keuze. Dus er is een waaier aan afwerkingsmogelijkheden binnen een energiezuinig concept. Daarboven wordt de eindgebruiker ook onafhankelijk van fossiele brandstoffen. Dus momenteel zien we ook de trend naar stijgende energieprijzen. En die trend zal zich alleen maar verder zetten. Als we weten dat de fossiele brandstoffen eindig zijn, dan weten we dat de prijzen ook zullen stijgen. Dus de eindgebruiker wordt minder afhankelijk en dat maakt het leven alleen maar gemakkelijker. Isofinish concept hebben we eind vorig jaar gelanceerd. Als we kijken, binnen die periode hebben we nu al momenteel 800 personen opgeleid. Dus niet alleen aannemers, maar ook architecten en zelfs infoavonden naar particulieren toe. Het is de bedoeling dat we die opleidingen verder zetten en dat we dat niet alleen gaan doen binnen België, maar binnen gans Europa. Dus we hebben nu al de trend doorgetrokken naar Nederland, maar er staan nog heel veel landen op de wachtlijst. Isofinish is dus gebaseerd op een 3P-aanpak. Het milieurendement komt voort uit de ononderbroken isolatielaag die wordt aangebracht. Het economische rendement situeert zich in de 30% tijdswinst die men heeft tijdens de plaatsing. En het sociale aspect wordt gedekt door de opleidingen die worden voorzien voor de professionals die deze oplossing moeten gaan installeren. Een ander belangrijk aspect aan het dossier van Isofinish is het feit dat dit project eigenlijk een realisatie is van 6 verschillende bedrijven. Al deze bedrijven hebben samengewerkt omdat zij hebben ingezien dat hun economische waarde alleen maar kan stijgen door in te zetten op een sociale en ecologische milieuwaarde in de markt. Opnieuw kunnen we zeggen dat innovatie niet het resultaat is van de inspanningen van slechts één bedrijf.